hij ergens euro's gaat vangen op een of andere manier. Ik zie verder nog wat zwaluwen. Maastricht, 1992. Ja, een soort spotprent. De economie gaat natuurlijk nu slecht. We hebben ook een heel hoge inflatie. Ik hoop dat die oorlog in Oekraïne gauw afgelopen is en dat die inflatie, dat een piekmoment is en dat we weer teruggaan naar een vredige wereld. Ik vind op dit moment wel wat er gaande is qua prijzen, supermarkten, energie, benzine. Ja, vind ik het wel zorgwekkend, ja. Ik denk dat er veel mensen gaan afvallen die gewoon niet meer kunnen meedoen dadelijk. En dan heb ik het over de primaire levensbehoeften om je rekeningen te kunnen betalen. Nou ja, ik maak me nu op dit moment zorgen dat ik denk van ja, het zou toch wel vervelend zijn als je niet echt een huis kan kopen, al zit je hier wel in een beter gebied. Kom ik uit Rotterdam, daar zijn de huizen helemaal niet te betalen als je een rijtjeshuis wil. Ja, ik herken het inderdaad, met name voor jonge mensen, dat vind ik wel. Voor startende gezinnen vind ik het een groot probleem, dat ze inderdaad geen appartement of een woning kunnen kopen, dat vind ik ook. Maar dat is, ik denk niet dat het aan de economie ligt, dat is gewoon voor mij gewoon een verkeerd beleid. Nou, ik denk dat we ons eigenlijk niet ongerust hoeven te maken. Ik denk dat als we kijken, na elke piek volgt er weer een correctie. En ik denk dat de jongere generatie, die kennen alleen maar the way up. Ik zou zeggen gulden terug. Maar het is ook wel weer zo'n rompslomp, hè? Alles weer terugdraaien. Dat zie ik niet gebeuren. Het enige minpuntje was dat ze de euro en de gulden verkeerd hebben gelinkt. Dat was 10% te veel. Gevoel zou ik zeggen, laat me lekker de gulden terugkrijgen. Maar ik snap dat we in Europa zijn en dat we nu de euro hebben. Euro, oh! Ik kijk er eigenlijk positief tegenaan. Ik denk dat het sowieso makkelijker is als je op vakantie gaat. Je hoeft geen geld meer om te wisselen. Ja, ik denk dat het ook gewoon het leven heeft vergemakkelijkt. Ik denk, mensen staan heel erg stil bij hoe het vroeger was. Maar de vraag is inderdaad of het vroeger ook wel daadwerkelijk beter was. Vroeger was niet alles beter. Heel veel was anders, maar niet alles beter. Ik heb een grote familie en ik denk dat ongeveer de helft van mijn broers en zussen zeggen van doe weg met de euro. En die andere helft zegt nee, moeten we houden. Jaar zou het best kunnen dat het cryptomunten worden, dat het helemaal geen euro meer is. Ik denk dat we over 20 jaar wel met de cryptomunt gaan betalen. Ik denk als we elkaar eens gelijk in niet zijn in de Europese Unie, dat wij elkaar daarin los moeten laten en dat we misschien toch een euro en een zeuro moeten hebben. En dat we de landen die niet eigenlijk commercieel bij ons horen, los moeten laten. Als we over 20 jaar nog de euro hebben, dan hebben we waarschijnlijk ook nog één Europa. En één Europa geeft stabiliteit.